Mijn naam is Jeroen Weijering. Ik ben de originele bedenker en programmeur van de JW Player. Dat is een stukje videosoftware om filmpjes af te spelen op websites. En die is in eerste instantie in 2005, toen ik hem had bedacht, ook nog een jaartje door YouTube gebruikt. En later door heel veel sites opgepikt en onder andere de NPO gebruikte. Nou, ik denk dat live televisie of streams, dat nog steeds wel zal blijven. Het is toch hartstikke leuk om evenementen of sport live te kijken. Dus ik denk dat dat zeker zijn plekje gaat vinden, ook online. Dus ik denk dat het zal verhuizen naar online en zijn plekje vinden in het systeem, naast alle on-demand kanalen. We hebben sites die extreem succesvol zijn op het gebied van golf of vliegvissen of bepaalde soorten van yoga, bepaalde voor entertainment voor topsporters of gossip voor topsporters. Eigenlijk van alles wat heel veel van die niches waar een site opeens kan zeggen van ja, hier word ik heel groot in. Tattoos, we hebben een site die heeft van alles en nog wat over tattoos en de tattoozetters van de dag. Groot succes. Ja, als je de hele wereld op een hoop veegt, dan is daar genoeg publiek voor. Ik vind zelf meer de informatieve instructiefilmpjes een erg mooie niche. Daar wordt goed geld verdiend. En dat zou ik in het Engels doen en internationaal uitrollen. Je ziet eigenlijk twee betaalmodellen die goed werken. Advertenties, dat is het al oude model. En dan steeds maar proberen om nieuwe dingen te verzinnen, nieuwe formaten te verzinnen. En alles wat je kunt eten, de hele library is voor een tientje per maand is beschikbaar. Dat is iets wat heel goed werkt en dat is iets wat zich... We kennen dat van Hulu en Netflix en zo, maar dat is iets wat zich heel goed vertaalt richting die kleinere sites. Dus die vliegvissersite en die tattoo-site waar ik het over had, die hebben zo'n model waar je... Je kunt gratis een paar filmpjes per maand bekijken en voor een tientje kun je de hele library kijken. Of voor je $100 per jaar kun je de hele library kijken. En dat soort dingen. Dus in mijn ervaring werken die hartstikke goed. Ja, ik denk dat die met dat er uitgebreide systemen zijn. Bekende systemen zijn. Hè, van Spotify tot Hulu. Dat mensen er erg bekend mee zijn met het idee. En mensen kijken ook van, god ja, dit is gewoon echt een heel goede deal. En we weten, het loopt een tijdje, dus we weten ook dat het morgen niet meer weg is. In het begin had je heel erg van, komt er een site, de vraag is of die over 6 maanden nog live staat. Ja, en dan heb je natuurlijk ook weer niet zoveel zin in om voor te betalen. Nou, ik denk dat je een gebruiksvriendelijke dienst moet hebben. Dat is bovenal. Hè. Alles moet er goed uitzien, goed werken, overal werken. Niet alleen op desktops, maar ook op tablets, op bepaalde tv-systemen die mensen veel zullen gebruiken. Ofwel een goede niche, ofwel goede content en duidelijke regels. Duidelijke regels rondom wat wanneer beschikbaar is en wat wanneer weggaat. Want dat is vooral bij video's dat altijd de grote vraag. Van, ja, ik ben nu aflevering 3 aan het kijken, maar voor hetzelfde geld. Als ik overmorgen bij aflevering 5 ben, dan is die serie weer afgetrokken. Want het is iemand die de rechten distribueert van de distributeur van degene die het in Nederland mag doen. En ja, dat is soms zo'n oerwoud dat je... Dat je als klant eigenlijk, of als kijker, daar continu de dupe van bent. Er komt steeds meer video online, dus mensen kijken steeds meer video. Merk het zelf ook, ik vind het zelf ook erg leuk om, als er bij een artikel een filmpje staat, dan wil ik ook graag dat filmpje kijken. Geeft meestal iets meer dan puur de tekst. Wat je ziet is dat bepaalde apparaten... Zijn gemaakt voor video. Mensen kijken op tablets veel meer hun video's uit dan dat ze dat op desktops doen. Ja, op mobiele telefoons doen ze het juist iets minder.
Ik denk dat dat, ja, dat is de aard van het apparaat. Een mobiele telefoon is inderdaad een beetje een te klein scherm en ja, je gebruikt hem onderweg. Tablets gebruik je eigenlijk niet onderweg. We zien eigenlijk vooral dat mensen tablets thuis gebruiken. En dan op de bank of in bed. En dan is het hartstikke fijn om je films te kijken.